Marco van Ginkel, je zit bij het Nederlands elftal. Ja, inderdaad. Dat is mooi, hè? Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Dat is wel een mooie beloning voor mezelf, ja. Je hoorde het net. Hoe hoorde je het? Ja, eigenlijk hoorde ik het langs het veld. Toen ik van het veld afstapte van de training, toen hadden meerdere mensen het er al over. Maar eenmaal op de slenk aangekomen heb ik het definitief gehoord, ja. Op het trainingscomplex, toen kwam de trainer naar je toe? Nee, dat niet eens, maar meerdere supporters die er al snel bij waren, dus. En nou ga je naar het grote Oranje. Met welk gevoel ga je daarheen? Ja, natuurlijk met een heel trots gevoel. Je bent natuurlijk 19 jaar en je komt natuurlijk bij de grotere jongens uit Nederland. En daar kijk je natuurlijk wel een beetje tegenop. Maar ik denk als je er eenmaal staat, dan ga je er gewoon van genieten en ik ga gewoon mijn best doen. Denk je, of hoop je dan ook meteen dat je misschien wel mag debuteren? Mag debuteren, ja. Zover weet ik het natuurlijk nog niet. Maar dat is natuurlijk wel mooi als je daarheen gaat en je kan ook nog debuteren. Dan is de ultieme beloning, denk ik. Ja. Wat zegt deze uitverkiezing van jou voor jou? Ja, voor mezelf en ik denk ook voor de club is dit heel mooi. Ik denk voor de club dat ze toch uit de eigen jeugdopleiding een speler klaarmaken voor ten eerste voor het eerst van Vitesse en daarna voor het grote Oranje. En ik denk dat wel een voorbeeld is. Ja, voor mezelf gaat het allemaal eigenlijk heel stabiel in een lijn omhoog. Maar met deze beloning of met deze uitverkiezing is het heel mooi. Ja. Denk je dat je het niveau aan kan? Of dat je op die training straks staat te kijken van nou? Nee, dat weet ik niet. Dan moet ik nog even afwachten.